We zijn in Sipkelo in de gemeente Harrenburg. Plaatselijk belang Sipkelo beheert daar een prachtige spartelvijver. Aan de overkant van de straat hebben ze twee aardige buren. Samen vroegen ze subsidie aan uit de regeling Samen voor Elkaar van de provincie Overijssel om wat minder stoffig door het leven te gaan. We gaan nu even op bezoek bij de buren, maar dan moeten we wel eerst even in stof kijken. SVV 56 is de plaatselijke voetbaltrots. Het telt 250 leden, is de grootste sportvereniging in Sipkelo en speelt de wedstrijden op dit mooie sportpark de Dubbeltreffer. We zijn nog een keer diep door een stad gegaan en zijn nu bij Kios 45. Oftewel, rookbal is onze sport. Met 150 leden, een mooie accommodatie en een rijke korfbalhistorie. De subsidieaanvraag had succes. De gevraagde veegmachine is aangeschaft met als resultaat dat... Door het regelmatig vegen, onkruidvorming wordt voorkomen. Er niet of nauwelijks nog gebruik gemaakt hoeft te worden van ongewenste bestrijdingsmiddelen. De ouderen worden de vrijwilligers minder door de knieën hoeven en de bezem nauwelijks meer gebruiken. En de ijsbaan op de spartelvijver sneeuwvrij gemaakt kan worden, evenals de toegangspaden op het sportpark. Voor initiatiefnemer Kios 45 vormt het voorgaande een bevestiging dat samenwerking binnen een klein dorp belangrijk is om zaken voor elkaar te krijgen. Toen de brief met toezegging van de subsidie in de brievenbus viel, was dat wel even een moment van dat hebben we het met elkaar toch mooi voor elkaar gekregen. Overigens kunnen andere maatschappelijke instanties in het dorp tegen een kleine vergoeding ook gebruik maken van de veegmachine, zodat de titel van dit filmpje terecht is. Heel Sipkelo veegt.